Hallo lieve lieverds, het is day 5. De vijfde dag van de tour met het Ricciotti Ensemble. En het is nog steeds een heel groot feest. We treden heel veel op, 4 à 5 keer per dag. En elke dag en elke optreden is weer iets totaal anders. En het is alleen maar leuk, alleen maar leuk. Vandaag hebben we opgetreden in Os. Daar hebben we 2 optredens gedaan. En het Ricciotti Ensemble heeft nog vrij in het... op een plein gespeeld en daar rondgelopen en lopend gespeeld. En nu gaan we in een prachtig kasteel optreden in Tongeren. Zoals jullie zien komen er al mensen aan om te gaan kijken naar onze show. En vandaag is mijn moeder erbij, dat vind ik heel erg leuk. En mijn tante en mijn oom en mijn neef en zijn vrouw en zijn kind. Nou, hartstikke leuk. En nou, laten we eens even gaan kijken wat mensen verwachten. Nou, bijvoorbeeld deze meneer. Hallo meneer, gaat u straks kijken naar de show? Ja? Oké. Okay. En heeft u al eens van het Ricciotti Ensemble gehoord? Ja? En van Melissa Fortes? Nee, nog niet? Nou, leuk. Nou, kom straks even kijken, zou ik zeggen. Ik zal nog eventjes laten zien hoe het er binnen uitziet. Kijk, kijk eens. Wie zijn jullie dan? Wie zijn jullie? Stel je Maxje, voor. Maxje, wat speel je, Maxje? Ik speel viool. Viool. En jij? Ik ben Doris en ik speel klarinet. Oh, prachtig. Dat is de leukste plek in het orkest. Ik ben heel erg fan van hun. Ze zijn heel goed. Wij zijn ook fan van jou. Nou, het is zo leuk. Oh, zo leuk. Veel beter. Ja, het is ook zo leuk. Zo leuk. Ja, leuk. Ga ik lekker rocken straks? Sowieso. Ja, altijd. Altijd, hè? Altijd. Gezellig. Kijk. Nou, tof. Nou, kijk, mensen zitten ook al klaar. Zoals je ziet. Nou, wij zijn er helemaal klaar voor. En ben je nieuwsgierig naar hoe het gaat klinken en hoe de tour gaat en wat er allemaal gebeurt, wat voor avontuur ik beleef? Check dan mijn Facebook en mijn Instagram. Hou me in de gaten, want ik probeer alles zoveel mogelijk vast te leggen. Dus fijne avond, lieve schatjes. Ik ga optreden zo. Doei! Doei.